Yo Nintendo-fans, welcome bij een nieuwe Miitopia video. We zijn in de Toren der Angst. Ik weet niet wat er gaan gebeuren. In de vorige aflevering hebben we al de Maxotaurus verslagen. En nu moeten we verder met de console koning. Dus even kijken wat er gebeurt en of we dit kunnen. Ik ben oprecht heel benieuwd. Want we hebben de laatste baas in Nieuw Neonië nog niet kunnen verslaan. Want die is echt veel te goed. En ik denk dat hij op een gegeven moment ook hier gaat komen. Dus ik denk dat dat een probleem gaat zijn. Ik ga eens even Red in de schuilplaats stoppen. Want dan krijgt hij ook weer wat MP-puntjes erbij. Dan ga ik zelf straks maar even healen. Ik hoop dat ik aan de beurt ben voor deze consolekoning. Nee, de consolekoning die roept al om hulp. Steve gaat weer zichzelf healen. Oh, Steve gaat mij healen. Nee, je moet mij niet healen, jongen. Oh. Ja, ik ben blij dat we betere vriendjes worden, hoor. Maar Steve, ja, ik had misschien een aanvaller moeten kiezen in plaats van Steve. Want het schiet niet op dat wij allebei healers zijn. In dat geval ga ik maar gewoon even aanvallen. Hoppakee. Ik word getarget. Dat betekent dat we wel dat ding heel snel kapot moeten maken. Ik denk dat ik mezelf eventjes in de schuilplek ga doen. Want dan krijg ik weer wat MP-punten erbij. Dan hoef ik niet gelijk al mijn strooisel op te maken. En nou hoop ik wel een klein beetje dat Steve gewoon eventjes keihard aan gaat vallen. Oh, oh kijk, kijk. Oh ja, zie je, hij ging targeten. En Steve is ook bijna kapot gemaakt. Dus Steve die mag nu even naar de schuilplek. Mijn MP is terug. Oh, Steve is ook alweer klaar op de schuilplek, zie ik. Dan gaan we nu Mario maar even op de schuilplek zetten, zodat iedereen gewoon weer zijn MP-puntjes terugkrijgt. Het is een beetje tactiek dat ik niet nu al door al mijn strooisel heen ben. Alhoewel, dit is wel een beetje vervelend. Het vervelende is dat er nu een extra robotkrijger is. De eerste gaat denk ik wel dood. Die aan de linkerkant. Ja, die is kapot. Nice. Hij begint weer te targeten en hij target mij. En hij target Steve weer. Mario kan ook weer terugkomen. Helemaal top. Dan moeten we nu even vol op de aanval met z'n allen. Orkaan erbovenop. En dan jij, Mario. Let's go. Ik ga niet mijn schild inzetten, want ik denk dat we die later nodig hebben. Er wordt even gesnoven door Steve en het paardje. Oh ja, kijk, wij krijgen weer klappen. Toch wel jammer eigenlijk. Steve mag even terug naar de schuilplek. Tactieken, jongen. Die schuilplek die kunnen we echt goed gebruiken nu. Ik ben blij dat dat ook wel goed gaat. Ja, weer een nieuwe robot krijgen. Deze consolekoning is best wel irritant. Dat moet ik eerlijk toegeven. Ik ga denk maar gewoon even vol die robot krijgen aanvallen. Zorgen dat die weggaat. Hij gaat nog niet weg. Verdorie. Oké, nu zijn we allemaal terug. Niemand op de schuilplek. Kom op. Aanvallen nu. Nu ben ik er klaar mee. Kom op. Let's go. Laten we vol voor die consolekoning gaan ook. Maak hem kapot. Let's go, Steve. Bam. Aanvallen samen met Epona. Pim, 706 eraf. Holy moly. Dat was knijterveel. Oké, we gaan allemaal vuur spugen. Orkaantje. Red gaat ons allemaal even beschermen. Een zwart gat van Mario is altijd chill. Goed gedaan, jongen. Hoppakee. Red en ik gaan ondertussen even naar leveltje 33. En dan is het denk ik zo langzamerhand wel klaar met dit ding. Alleen, oh, Red heeft een ruzie. Red is boos. Boos op Steve. Dat kunnen we nu niet gebruiken. Een orkaantje eroverheen. En dan is die nog steeds niet kapot. Ik ga denk ik even in de schuilplek zitten. Maar ik denk dat Red hem eigenlijk nu kapot gaat maken. Ja, Red heeft hem gesloopt. In zijn boosheid. En dan zijn we nu op de tweede verdieping in de Toren der Angst. Maar ik heb nog geen XP erbij gekregen. Wanneer krijgen we dan XP erbij, jongen? Ik begin een beetje bang te worden. Ik ga mezelf eens even in de schuilplek zetten. Want ik kan die MP-punten goed gebruiken. En ik denk dat het tijd is dat ik even één hypertje ga gebruiken voor Steve. Ik hoop dat ik daar slim aan doe. Want er moet er zo snel mogelijk één van deze twee natuurlijk kapot. Zwart gat van Mario, dat is altijd lekker. Dus even kijken wat zij doen. Zij zitten allemaal in te ademen. En straks gaan ze denk ik alles opeens uitspugen op ons. Denk ik. Zwart gat van Mariootje. Oké, nu gaat Mario naar de schuilplek. Ik ben inmiddels weer helemaal vol. Ja, Mario die moet ook even weer lekker MP-puntjes erbij krijgen. Eerst gaan wij deze dikke kikker kapot maken. Woe. Oh, we gingen echt bijna kapot, jongen. Oké, ik mag deze dus echt niet onderschatten gewoon. Dat mag duidelijk zijn. Steve mag heel even naar de schuilplek om een klein beetje bij te healen. Mario, Red en ik zijn vol. Oké, Steve is ook weer back, dus dat is nice. We moeten even vol gaan aanvallen. Hij gaat weer wat kotsen, zo te zien straks. Mario doet een foutmeldingkie. Ze zijn ondertussen een beetje aan het stampen. Ik ga nu wel mijn orkaanaanval doen, want die kikkerkoning die is bijna kapot. Die linker die in het blauw zit, die is echt bijna kapot. Maar echt heel bijna. We krijgen wat tikken. Maak hem kapot, Red. Nee, hij leeft nog steeds. Maak hem kapot, Mario. Ja, die is weg. Dan mag Mario nu in de schuilplek. En dan ga ik een aanval te paard doen. Bam! Op haar bakkes. Het gaat tot nu toe wel goed hier in die toren, maar geen idee wanneer je dit uitspeelt of hoeveel XP je erbij krijgt. Ik weet het allemaal niet. Ik heb geen flauw ideetje. Ondertussen is de kikkerkoningin ook echt bijna gesloopt. Die gaat nog één keer springen. Die gaat nog één keer springen. En dan gaat, denk ik, Red hem kapot maken.
Nee, nog niet. Oké. Terwijl wel Mario nu weer helemaal vol is. Daar ben ik blij mee. Dat betekent dat ik even nog misschien wel in de schuilplek kan gaan. Om even wat dingetjes erbij te krijgen. Tenzij Steve er nu voor zorgt dat het klaar is. En het is klaar. Dan gaan we nu naar de derde verdieping. En daar wacht deze draak op ons. De drakenkoning. En daar gaan we dan. Oké, ja. Ik ga zelf even in de schuilplek chillen. Red begint gelijk met een aanval. Mario gaat erna. En dan is het de beurt aan Steve. Wat deed deze draak ook alweer? Die ging keihard brullen. En die raakte dan eentje. En dan gaat hij zo'n aanval doen waarbij hij iedereen raakt. Red gaat even banaantje vreten. Weet je wat? Red, ga jij maar even in de schuilplek. Misschien is dat een goede oplossing. Mario doet foutmelding plus 2. Ik ga mijn aanval te paard doen. En dan is die denk ik voor ongeveer 1/5 kapot, deze draak. Kijk, dan gaat hij weer schreeuwen. En dan gaat hij nu springen. En die doet best wel veel pijn volgens mij. Red is ondertussen weer helemaal vol. En nu mag Steve naar de schuilplek. Ja, we moeten dit echt een beetje goed oplossen met de schuilplek de hele tijd. Want op die manier kan ik lekker blijven aanvallen. En dan blijft mijn strooisel gewoon gespaard. Steve is inmiddels weer vol. En nu moet Red er even in, want Red is bang. Arme Red. Wij krijgen even klappies. Dat is niet zo heel erg. Red is weer vol. En dan ga ik denk ik nu maar even healen. Even een mega bloembed, zodat iedereen weer vol is. En iedereen kan er gelijk weer tegenaan. En ook de draak gaat er weer tegenaan. Mario is wel bang. Dat is een beetje irritant. Dat we steeds bang worden doordat die draak ons gaat aanvallen. Snap ik wel. Als je bang wordt gemaakt door, of als je wordt aangevallen door een draak, dan kan ik me voorstellen dat je daar bang van wordt. We hebben geen HP-bananen meer. Dus Red stilt even een HP-banaantje. Ik ga nog even één keer aanvallen met een orkaan. En dan ga ik daarna mezelf in de schuilplek zetten. Want ik heb weer MP-punten nodig. Zonder dat ik een snoepje ga eten of zonder dat ik strooisel ga gebruiken. Ondertussen... we hebben twee bangerikken nu. Dat is een beetje jammer. Red, ga maar even in de schuilplek dan. We doen maar even niet zo bang meer. Kijk hem schreeuwen, jongen. Godverdorie, man. Lek, Steve, schop hem. Oké, het hele team is er weer klaar voor nu. Blijven we er klaar voor nu? Nee, want Mario is nu weer bang. En Mario is weer ready. Kom op, Epona. Schop hem even in zijn... Hoppakee, Epona krijgt nog een kans. Lekker, man. Hij doet nu twee keer zijn vliegaanval. Oké, dat is nieuw. Nou wil ik op zich wel gaan healen, hoor. Hier, mega bloembed voor jullie, alsjeblieft. Bam, iedereen weer vol. Lekker. Maar, wat? Wat? Waarom ben ik boos op Steve? Zomaar ben ik boos op Steve. En ik ben aan het shaken. Oh, wat? Steve is ook aan het shaken. Waarom is Steve bijna dood? Wilde die mijn HP niet of zo? Wat is dit nou weer voor iets raars? Dit was vaag, jongen. Wat gebeurt hier? Red, die pikt weer even een banaantje. Ja, niet dat we heel veel hebben aan die bananen voor mijn gevoel, maar goed. Duurt wel lang, man, deze draak. Hou eens op met schreeuwen. Vervelend naar mannetje. Ga ze even down nou. Kom op. Nu dan? Hij is wel echt bijna down, hoor. Echt bijna. Hij heeft denk ik nog één klap nodig. Als Steve hem nu een harde klap geeft, dan is het klaar. En het is klaar, hè? We zijn op de vierde verdieping. Ja, maar... Luister dan. Hoe werkt dit? We moeten nu tegen de driekoppige draak. Red, die zet even een valletje voor de draak. Dat is nice. Ik weet niet of hij ons aankomt vallen. We krijgen in ieder geval ijs op ons hoofd. Red begint te slapen. En ja, kijk, nu is hij gevangen. Ik denk dat dit zo'n battle is waarbij ik de hele tijd moet gaan healen. Dus daar beginnen we dan ook maar mee. Let's go. Sorry, Epona. Ik heb je genegeerd, man. Oh, nu zijn Steve en Mario weer boos op elkaar. Waarom wordt iedereen net het boos op elkaar? Kijk hem vuurballen gooien. Dit wordt wel echt een probleempje, denk ik. Vooral als Steve zichzelf ook weer gaat healen de hele tijd. Ik heb denk ik nu voor het eerst wat strooisel nodig. Of na... Laat maar. We gaan Mario in de schuilplek gooien. 1 en 2 en de derde aanval. Ja, allemaal leuk en aardig dat ik nu weer Epona mag gaan gebruiken. Maar ik ben juist degene die moet gaan healen. Dus Epona, ga jij eens eventjes lekker bij iemand anders chillen de hele tijd? Ga jij even lekker bij Red chillen of zo? Raaah, vuuraanval. En nu ben ik natuurlijk ook weer boos op Steve. Ik kan ondertussen niet meer kiezen wat ik wil doen. Dus dat is wel een beetje vervelend. Ik als healer. Ik denk dat ik heel even zelf de schuilplek in moet. Want ik moet even bijkomen. Ik wil niet boos zijn. Want als ik boos ben, dan heb ik een probleem. En ik denk echt... Ja, ik heb wel het vermoeden nu, jongens. Ik denk dat we nu een probleem krijgen. Ik denk dat ik nu echt strooisel moet gaan gebruiken. Misschien kan ik nog één beurtje wachten. Gaat hij weer een aanval doen? Ja, Mario die heeft nu wel een licht probleempie. Mario die heeft wel wat strooisel nodig nu, denk ik. Yo, wanneer ben ik een keer niet boos meer? Nu ben ik een keer niet boos meer, hè? Jemig, dat duurde even lang. Mario gaat nu even aanvallen met Epona. Daar komt weer een ijsaanval. En ik denk dat ik dan toch maar Red eventjes de schuilplek in moet gooien in plaats van Steve. Want Red heeft nog minder HP. Oh, maar Steve ligt nu weer te slapen. Oh, het wordt al wat moeilijker nu. Tijd om te healen, dat sowieso. Oké, iedereen is nu weer bij de les. Iedereen is weer oké. We kunnen nu weer volgen. Gaan aanvallen. Foutmelding die... Ik heb liever dat hij gewoon een zwart gat doet. Dat is een veel betere aanval. Oké, volgende healing momentje. En dan kan mijn hele team lekker gaan aanvallen nu op die freaking hond. Ja! Kom op! Lekker!
Hij doet weer zijn ijsaanval. Oké, we kunnen weer met z'n allen gaan aanvallen, denk ik. Hoe staat hij ervoor? Hij heeft nog de helft van zijn HP over, joh. Ja, dat komt denk ik gewoon omdat ik dus nu niet mijn hyperstrooisel gebruik. Want als ik mijn hyperstrooisel gebruik, dan zijn ze altijd veel sneller kapot. Maar ja, dat doe ik nu even niet, omdat ik daar nog mee wil wachten tot ik wat verder ben natuurlijk. Oké, welterusten, Steve. Slaap lekker. Ik ga nu weer even een keertje aanvallen met orkaantje. Ja! Steve is er weer bij. En dan mag Red in de schuilplek. Daarna ga ik zelf denk ik even in de schuilplek, want ik heb zelf magic points nodig. Oh, dit is lekker. Hoppakee, hij wordt gevangen. Hij valt mij aan. Val mij anders nog maar een keer aan. Ik ga in ieder geval mijn team even healen en dan ga ik daarna in de schuilplek als Red weer oké is. Red, hoe lang duurt het bij je vriend? Ja, ben je oké? Oké, top. Het duurde wel eventjes bij Red, jongen. Hij had er even geen zin in, volgens mij. Ik dacht, ik zit hier wel lekker in die schuilplek. Kijk, ik krijg meer MP'tjes terug door Epona. En dat zal nu toch wel bijna down zijn, jongens. Dit duurt lang, man, deze hond. Daar gaat hij weer. IJsaanval. Vuuraanval. Zo, hallo, joh. Ga je lekker, joh. Nou, dan ga ik toch maar weer healen. Ik dacht, misschien kan ik een beurtje aanvallen. Maar nee, niet echt. Kom op, Steve. Maak hem kapot. Kom op, Red. Maak hem kapot. Mario, jij dan? Maak hem kapot. Nee, nog steeds niet. Man, man, man. Nou, Steve die wilde weer mijn HP niet omdat hij zelf aan het koken is. Oh, hij deed ook iedereen healen. Ja, lekker handig weer, Steve. Lekkere teamwork weer. Potverdorie, laat mij nou gewoon healen. Hè? En de hond is eindelijk kapot. Vijfde verdieping. We blijven gaan, joh. Ja, maar luister, ik kan dit toch niet aan. Waar doe ik dit voor? Oké, Steve krijgt van mij een hyperstrootseltje. Ik ga in de schuilplek en ik hoop dat we dit zonder schilden gaan kunnen. Maar ik ben een beetje bang van niet. Ik denk dat ik mijn schilden nodig ga hebben. We moeten ons eigenlijk eerst op één van de twee richten. En niet op allebei tegelijk. Wat gebeurt er allemaal, Steve? Die heeft een nachtmerrie, joh. Freaking Steve, man. Jij moet even heel snel naar de schuilplek, heb ik het gevoel. Zwart gat, lekker. Daar ben ik altijd blij mee, Mario, als je dat doet. Top. Oh, man. Oh, man. Veiligheidsmasker. Oké, Mario en ik zijn gelijk vol. Omdat we nu level 41 zijn. En Steve is ook weer terug. Dan ga ik toch mezelf maar weer eventjes in de schuilplek zetten. Want mijn MP Magic Points zijn bijna op. Oké, zwart gat van Mario. Top. Doe, die deed pijn. Dat was nice. Oh, dat doet ook pijn. Oh, man. Oh, nee. Ja, dat dacht ik al. Ja, hier gaat het fout. Hier gaat het fout. Red en Mario zijn super boos. Ik heb hier toch echt wel strooisel nodig in deze battle. En de eerste strooisel is van Mario. En die moet ik ook maar wat MP strooisel geven dan. Oh, jongens. En schildjes. Weet je wat? Laten we ook maar gelijk schildjes doen. Ja, dit wordt een probleem. Zwart gat van Mario wel. Nog een keer zwart gat. En dan ga ik maar proberen om Red, denk ik, te resurrecten of zo. Oh, dat ga ik helemaal niet doen, want ik lig inmiddels te slapen. Oh ja, nu wordt het lastig. Nu begint het lastig te worden. Kom op, we moeten die koningin even uitschakelen, jongens. Tempo. Foutmelding, kom op, die koningin moet kapot. Oh nee, Steve gaat ook bijna kapot. Steve, ga maar even in de schuilplek. Oh, wat gebeurt er? Nee, nou lig ik weer te slapen. Dit is zo vervelend. Nu liggen we allebei te slapen. Hier gaat het helemaal fout. Ik heb strooisel nodig. Ik heb alles nodig. Jammer dit. Kom op, Steve. Nee, nog steeds niet kapot. Oh, ik krijg ook gewoon geen tijd om Red te resurrecten. Elke keer lig ik te slapen. Hou op. Ga weg met jullie. Lekker bezig, Mario en Red. Ik bedoel, Steve. Oh, wacht. Nee. Oh, ja. Oh, oké. Gaan we nou eentje kapot maken? Nee, nog steeds niet. Oh, man. Alles gaat fout hier. Mijn strooisel gaat op. Alles gaat op. Mag ik nu een keer gaan proberen om Red te resurrecten? Red, kom terug. In het land van de levenden. Ja, hij is er weer. Lekker, Red. Gaan we naar de schuilplek. Woe, we zijn weer met z'n vieren. Oké, dat is in ieder geval iets. We wensen hem allemaal beterschap en Red is weer vol. Lekker. Kunnen we alsjeblieft één van hun kapot maken? Alsjeblieft. Het liefst die koningin. Die is echt vervelend. Kom op. Maak hem kapot. Ja, lekker. En misschien dat Red hem kapot kan maken. Nee, nog steeds niet. Mario dan. Mario. Ja, Mario en Red. En ondertussen zijn we bij de zesde verdieping. Ja, het... Hoe dan? Nu de boze wijze. Ja, dit wordt ook een ding. Dit wordt ook echt een ding. En ik denk dat ik toch maar even lekker ga aanvallen. Hoppakee, let's go. Nou hoop ik dat hij mij target, want dan kan ik in de schuilplek gaan. Mijn HP is namelijk, of mijn MP is namelijk bijna weg. Oké, ja, hij target mij en hij target Mario. Wat? Waarom? Sinds wanneer doet hij dat gewoon twee keer achter elkaar? Hij target en hij sloopt me gelijk. Sinds wanneer kan hij dat? Ja. Hallo, kijk, dan doet hij het weer. En dan... Nou, echt?
Zit ik gewoon de hele tijd voor dit te spelen? Dit is niet oké. Waarom gaat dit zo? Wat is dit? Hij is opeens super sick geworden. We hebben de angst overwonnen en Miitopia's beruchte toren der angst betreden. We krijgen een medaille. We krijgen nog een medaille. Oh, dit doe je dus alleen maar voor medailles. Oké, voor iedere vijand die je verslaat, krijg je een medaille. Yay, medaille regen. We hebben 90 HP bananen gegeten. Hey, en die zijn nu effectiever. Yay. Hebben we dit gewoon voor geen XP gedaan? Dit was een half uur van mijn leven wat ik niet meer terugkrijg. Alleen maar voor medailles. Ik ben boos. Als je ook boos bent, doe een duimpje omhoog. En vertel me wat ik moet gaan doen om het team op een hoger level te krijgen. Want anders kunnen we nooit meer Miitopia spelen. En dan zeg ik, mazzel!